Korpschef Frank Pauw van de politie Rotterdam-Rijnmond heeft vanmorgen polshoogte genomen op bedrijventerrein Noordwest, waar vanochtend vroeg een zeer gewelddadige overval plaatsvond op het waardetransportbedrijf Secure Cash aan de Kyotoweg. De overvallers vernielden eerst een stalen deur met explosieven. Daarna werden twee medewerkers neergeschoten. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de daders al gevlucht. Hoeveel er is buitgemaakt, is niet bekend. Het faillissement van poppodium Wat in Rotterdam gaat de gemeente mogelijk toch nog miljoenen kosten. De curator van de uitgaansgelegenheid wil via de rechter 2,5 miljoen euro aan schulden vergoed krijgen. De gemeente had beloofd Wat financieel te ondersteunen als er problemen zouden ontstaan bij het poppodium. Toen het vorig jaar failliet ging, had de gemeente de schuldenlast op zich moeten nemen, zoals beloofd, aldus de curator. De Rotterdamse artiest Gerard Cox krijgt vanavond een speciaal eerbetoon in Amsterdam. Collega's en vrienden brengen een muzikale hommage aan de man die 50 jaar in het vak zit. Dit gebeurt tijdens de opening van de 24e editie van het Amsterdams Kleinkunstfestival in het De La Mar Theater.